Ik ben Ian, ik ben 22 jaar, ik kom uit Amstelveen en ik studeer aan HVA Logistiek Management. En we zijn nu bij de Hallen in Amsterdam West. Wij hebben een opdracht gekregen vanuit de HVA in samenwerking met de Hallen. En dat ging eigenlijk om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. En dan hebben wij daar vanuit logistiek oogpunt vorm aan proberen te geven. Dit was een project van ongeveer 8 studenten en dan daarbinnenin hebben we hem nog opgesplitst omdat de opdracht zo groot was. Dus we hadden één groep die zich hield met het leefingsverkeer buiten en de ander met hoe het ging binnen in de hallen zelf. Wat ik hier op het lab heb geleerd en niet in het klaslokaal heb geleerd is eigenlijk vooral de menselijke factor. Ik heb heel veel buiten moeten staan en zeg maar praten met mensen die hier werkten, hier naartoe leefden, ook in de omgeving, hoe zij dingen hebben ervaren. En hiervoor, ja, soms mis je dat als je gewoon bezig bent met een opdracht op papier. En dan krijg je ook bepaalde ingevingen als je daar ook gewoon fysiek bent. Want dit is ook hoe je later in de toekomst echt voor opdrachtgevers aan het werk zal moeten gaan. En daarnaast vind ik stadslogistiek gewoon heel leuk. En dan is zo'n opdracht als dit gewoon in de praktijk gewoon heel fijn. Want dan heb je gewoon het idee dat je ook echt impact kan maken. En het is heel tastbaar voor jezelf.